geregeld in Dallas. Maar ik moet vandaag ook weer een aantal dingen doen, een aantal adressen bekijken. Maar wat ik vooral vandaag wil gaan doen is een rare rit ondernemen. Ik ben Marina Oswald, de vrouw van Lee Harvey Oswald, die leeft nog steeds. Die wordt overmorgen wordt ze 72. En ik heb een adres waar ze woont. Ik ga daar niet aanbellen. Ik ga daar niet naar binnen. Dat ga ik allemaal niet doen. Maar in mijn boek doet mijn hoofdpersoon bij haar een briefje in de bus. En nou ja, de enige mogelijkheid om dat goed te beschrijven is gewoon domweg naar dat adres te rijden. Dat is weg uit Dallas. Maar dat gaan we doen. En het rare is dat ik daar toch enigszins nerveus over ben. Maar we overleven het wel. Ik ben een flink eind weg uit Dallas. Je hoort hier echt alleen nog maar vogels. Het stinkt ook naar boerenlucht. Ik weet niet wat het precies... Stront, natuurlijk. En volgens mijn gegevens, dit is de... dit heeft bijna niet eens een naam. Dit heet de 550 FM in Rockwell. En op 1850... Deze scooter zit er achteraan. En nou is dit de bus van 1820. En dat is de bus van 1860. En er staat daarachter staat een echt een miserig klein huisje. Ik geloof nooit dat het goed is. Nee, dat is een schuur. Ik heb nu een ander adres gevonden. McLendon Chis, nog wat. Nou ja, in ieder geval, ik ben blij met mobiel internet. Ik ben ook heel erg blij met ruitenwissers. En ik ben heel erg blij met een navigatiesysteem. Want anders was dit allemaal volstrekt mislukt. Het is uren later dan mijn laatste opname en zoals ik vanochtend al zei op deze regenachtige zondag ben ik op zoek naar het huis van Marina Oswald. Nou, wat heb ik teruggevonden op internet? Een briefwisseling tussen Marina Oswald en ene meneer Weisberg die heel veel research heeft gedaan over de zaak en er zijn een aantal sites, nou ja, via allerlei links heb ik ook nog een luchtfoto van het huis gevonden en een nummer 1850 en een weg, maar daarvan die heeft allerlei namen. En nu uiteindelijk na heel veel zoeken heb ik het gevonden. Hier is het. Dus als je dit pad zou aflopen, dan zie je daar ook de auto staan. En ik, ja, dit zijn toch echt wel rare, bizarre en ook een beetje zenuwachtige momenten. Ja, deze auto dus, die is van het huis en dit is die postbus. Handgeschreven briefje. Dat ik toch even een handgeschreven briefje ga maken. Waarom niet? Het kost me een kwartier. Thank you.
Ik weet niet of ik dat al had moeten doen of niet. Er zullen wel weer allerlei mensen zijn die zeggen dat had je niet moeten doen. En mensen die zeggen, goh, dat je dat gedaan hebt. Maar het komt in mijn boek voor, dus dan moet je het ook gewoon zelf meemaken. We gaan nu weer gewoon met het verdere onderzoek verder. Huppakee.